plekje, zeg maar plek waar de heer Jofra ademhaalt met zijn gade Ellen Lorien. Een beeldschoon kasteel. Waar een antroposofisch medisch centrum gesticht zal gaan worden. Is dat datgene wat aan de overkant ligt daar? Op het ogenblik verkocht. Is er geen boeddhist? Nee, niet meer. Maar dat moet je daar zien, dat is het meditatiecentrum van het gebied. Daar? In Ningmapa. Nee, daar kan je niet in komen, dat is dus helemaal gesloten. Het is een tantrische secte. Die daar 6 jaar aan meditatie. Tantrische secte? Een tantrische secte. En daar achter de mystier heb je dus een centrum. Dakko, en dat is ook een andere secte. Dat is de secte van Karmapa, die dus daar geweest is. En daar kan je in en dan kan je ook diensten bijwonen. Dat is heel interessant. Ritmes en vrolijke kleuren. Dat moeten we doen, John. Ook zo'n als je de kans krijgt, zou ik het in ieder geval toch meepikken hoor. Ja. Als je daar naartoe gaat, dan kan je in het kantoortje vragen wanneer het is. En dan kan je alle inlichting krijgen. Ze spreken Engels. Kan je alle inlichting krijgen en ook foto's en wat. En dat is allemaal daar? Ja, dat is Moustier. Je weet Moustier? Moustier. Bij de brug, bij die grote, muur is. Oh ja, ik schrijf toch de even Moustier. De Moustier. Daar heb je een open, eentje toch bij je in. Dat is een openbaar. Die niet? Nee. Die zijn echt, dat zijn echt van meditatie. Ja. Wat is het hier, ongelooflijk mooi zeg. Dat is toch onwaarschijnlijk. Ze hebben erg veel verbouwd aan het kasteel. Oorspronkelijk waren hier 4 torens. Wat voor soort laboratorium komt er in die? Alchemisch. Alchemisch. Alchemistisch. Transmutatie van elementen. Ah, hij wil dat doen met licht, met prismatische breking en zo. Nou, ik heb het gehoord, ik heb over gelezen over dat verschijnsel. En de DNA wil die transmuteren ook via alchemische processen met licht. Het is een heavy stuff. Maar is dit is ook vrij oud of is het nieuw gebouwd? Nee, dat is 18e eeuw herbouwd eigenlijk. Want oorspronkelijk waren hier dus 4 torens en was dat de binnenplaats? Oh, zo'n kamer zit voordat je daar je gedichten mag schrijven. Ja. Uit het raam, balkonnetje en dan dit. Nou, er is een tempeltje aan daarachter. Oh, daar gaan we eens even kijken. En, je kunt er niet in, maar je kunt van buiten zien. Ja. Heel mooi gotisch gebouwd met een gewelf, een kruisgewelf. Ook oud? Ja, ook 17e eeuw. Nee, het is fijn. Ja, wij kennen die lui, zijn goede vrienden van ons, dus we hebben het kasteel van onder tot boven dus snuffeld. Want hij is ook zo'n romanticus. Ja. He, want er zijn dus geruchten dat er een verbindingsgang moet bestaan tussen het kasteel en onze molen. Ai, ai, wat spannend. En toen we de cuve, de tank voor de centrale verwarming, voor de olie, ingroeven, toen stuitten de bulldozer op fundamenten. En die waren prachtig behangen, de deurposten en zo. En het eigenaardige is, die moeten heel oud zijn. Want toen de molen nog in gebruik was, was daar een meer. Dat liep vol. Het water stond tegen de molen aan. Dus daarvoor moet wat gebeurd zijn. Dus dat moet middeleeuws zijn. En wat is hier vroeger op dit pand? Wat voor mensen hebben hier gezeten, weet je dat ook? Wel, ik weet het niet. Maar toen waren we hier nog niet. Oh ja, ik bedoel ook in de eeuw hiervoor, als het al heel oud is, zijn hier ook dingen gebeurd. Oh ja. Hoe noem je dat, die godsdienstwissers en die overheen gegaan, dat werd weer gevolgd. Hugenoten? Ja, in die tijd, Hugenoten. Ruïnes en zo. Ja, en nou is het zo dat dus, dat is zo'n tijd gegaan, tot onder Innocentius III, een kruistocht werd gepredikt. Want ze staken de ogen uit. Van de Rooms-Katholieken, want die waren weelderig, die hadden veel bezittingen, die bisschoppen en zo. Terwijl de bevolking, die zelf ook arm was, die vereerde die Katharen. En die spuugde op de bisschoppen. Dus het was gewoon een concurrentiestrijd. Ja, concurrentie. En het dualisme, dus het gnostieke van de leer, was dus niet in overeenstemming met het dogma van de kerk.
En daar hebben ze ze op gegrepen als ketters, dus als scheurmakers. En toen waren er dus buiten de Kataren, dus de pure, de parfait, had je de bevolking en de ridderschap. En die ridderschap, onder andere de hertog van Foix. Pas op hoor, donder niet, want het kost je. In Lombrieven, in een grote grot in het zuiden. Ja, wie zat er? Die grot is er nog, de kerkhof is er nog en zo. Ja, en onze school was ermee annex met het katharisme. Ook wat de leer betreft. Dus wij zijn er veel geweest, 14 keer heb ik daar gezeten. Reconstructies gemaakt van al die grotten en die heiligdommen. En een museum ingericht van de oude beenderen, de half verbrande beenderen van de Kataren en zo. Heel interessante tijd. Dus, want we hadden les van de laatste bisschop van de Kataren die nog leefde. En Kadal, papa Kadal, die is 80 jaar geleden gestorven. Maar die was dus een successie die overgegaan is van leerling, in het geheim van leerling op leer. Gewoon de oude, geheime leer. Want Per Caribou, dat was dus een archeoloog, dat was de daarvoor gaande bisschop. En die heeft het doorgegeven aan Kadal, die zijn leerling was. Ja, ja. En deze plek, hier heeft ook vroeger adel waarschijnlijk gewoond. Ja, dat was adel, allemaal. Ja. Want daarachter heb je een slotgracht, een droge slotgracht ook. En dit werd hier dus verdedigd, dus het is makkelijk te verdedigen. En aan die kant werd het verdedigd via een slotgracht. En dat gaatje wat je daar ziet, is een schietgat. Ja, ja. Daar zaten ze achter met kruisbogen. Wat een sfeer hier, zeg, waanzinnig. Ja, ik vind het echt een dol hier. Maar het is hier tijdeloos. Deze streek, als je rekent dat je gewoon in je tuin vind je het bestek van de oermensen. Ja. En juist een jaar geleden waar ze van aten en waar ze hun huiden mee schrobden en vissen mee vingen. Dat vind je hier allemaal. Het is nou wat gisteren. Die hele sfeer is er nog. Ja, en hier wonen ook gewoon mensen. Die moet gewoon door, gaat gewoon door. Ja. Gaat gewoon door. Ik zou het ook wel willen. Nou, zou je niet aanraden een kasteel te kopen? Nee? Dan koop je arm. Oh, je koopt zo duur? Nee. Zoveel onderhoud. Laatgotisch. Bijenkorfje. Je loopt het door elkaar, hè. In Italië was de gotiek al lang overwonnen in de 17e eeuw, maar hier ging het. Is het hele pand uit de 17e eeuw, dacht ik? Ja, nou, ik geloof wel dat er veel uit de 17e eeuw is, maar in de 18e eeuw is er ook nog veel aan verbouwd. Ja, maar het is niet geclasseerd, dit kasteel. Dus het is niet op de officiële lijst van kastelen. Dus die mag een mooie dochter was, een jonge dochter. Ja, ja. Kortom, het heeft wel iets. En hier ligt het piepkleine dorpje Castelnou, verborgen in de Pyreneeën. We zullen eens kijken of onze vriend Roland, dat is een Belg, die daar ooit 40 jaar geleden is neergestreken na de oorlog. Het is een oud herdersdorpje. Het ene huis is gebouwd op het andere huis. Nu wonen er allerlei filmsterren, belangrijke jetsetters enzovoort enzovoort. We zullen eens kijken of hij er nog is. Roland. Het dorpje is zo klein dat men de auto buiten moet parkeren. Men kan niet het dorpje in. Zeker niet. En wie hebben we daar? Wie hebben we daar? Wie hebben we daar? Hallo. Monsieur Roland. Incroyable. Je viens tout de suite, hè? Hallo. Oeh. De heerlijkste geurtjes van de gedroogde bloemen enzovoort enzovoort komen je tegemoet. Na
Dan gaan we even naar het huisje. Ah, ben je pas c'est pas grave, non? Comment? C'est pas grave, c'est pour moi. Ah bon? Oké. Parce qu'il y a le son? Oui. Nou, dan gaan we maar eens dit zalige stulpje van Roland bekijken. Ga heel voorzichtig de trap op. Ja dan. Even voor het familiealbum ook. Jaren en jaren bij het baantje. Hallo. Was jij het volgende dan? Oui. On peut le... Attendez. Et voir. C'est une production audiovisuelle. Oké. Okay. Dat is mooi, koe. Bijl schoon. Ja, oui. On prend une koe. On y va à Tuir? Oui. Oké. Pour visiter ta copine. C'est là. C'est une Hollandaise? Hollandaise. Inge. Inge. Alors, on va visiter Inge à Tuir. Mais je veux garder cette... merveilleuse atmosphère de cette place ici. Parce que j'ai beaucoup des années maintenant. In zo'n klein kerkje kan trouwen is toch ook wel schattig te doen. Ah oui. Non, c'est pour la télévision hollandaise. Ah, la mariée, la loin de vous, hein. Attends. Ah, toujours. Allez, on arrive. Voilà. Et ils t'ont pas invité à vous faire rien. Non, je m'en vais pas, il est là. Nous ligt vlak bij Tuir. En Tuir staat bekend om zijn veerfabrieken. Een delicatesse die men hier wel kan appreciëren. Overhoud. Ik wil eens even kijken waar mijn vriend Roland gebleven is. Ergens in een café verstopt. Wat andere daar. We zullen eens even van binnen gaan kijken. Je fait un bijou à la mariage. La mariage reste vous. Et j'ai fait un bijou à la mariage. C'est dommage qu'il n'y avait pas. Non, mais oui. 5 minutes. Non, restez là, je vais passer sur la télévision. Ça fait chier de fois qu'il me prend, j'ai le verre. Et ferme ta gueule parce que ça enregistre tout. Hein. C'est pour ça que t'es pas là. Là, c'est d'espionnage japonais. Ah oui, on casse la croûte, hein. Wel een fantastische herdershond. Voet van Kastelnoek kun je dit ook meemaken hier. Ja, ja. Schitterende plaatjes. Terug in Kastelnoe.
zal Roland. Die heeft me uitgenodigd om wat dingetjes te laten zien die erg speciaal zouden ze zijn. Oké, omvang goed, Roland? Lau. Lau, oké. Jolie là-bas. Het ene huis is op het andere huis gebouwd. We gaan steeds meer de hoogte in. Het is echt fantastisch. We gaan nu eventjes naar een kleine pub of café. Maar eerst nog even kijken bij een kleine galerie. Hier is het portier al. We zijn nu bij Joachim, is een Duitse jongen die woont hier en die maakt leerconstructies. Leer, decoratief. Tu commences, Guy? C'est où? Ah non, mais ça c'est. Tu commences, Guy? Non. Non, c'est Hollandais. Joachim maakt ook mooie schilderijen. Ouais. Attends, je vais faire un cadeau à Elodie. Un cadeau spécial, quoi? Non. Ça me rappellera des souvenirs. Ah ah. Maar nu gaan we dan toch een drankje drinken, of een hapje eten zelfs misschien. In de kleine patterie. Ja? Ah. Formidable. Dégustation de la maison speciale. Voilà. Oké. Voor de broodnodige variatie zullen we maar even een klein drankje naar binnen gieten. Ah oui. Ça fait du bien, hein, du temps en temps. C'est moi, un autre. Coffee. Van hen. En de lekkere hapjes dan? Jazeker. It's Pimple Paars Paradise. Wow. Als het dan ook regent, dan regent het ook wel heel erg goed, hè. Goedemorgen. Wow. Hallo. Maar er gebeuren ook andere dingen in Frankrijk. De weduwe en wezen, de oude vandaag protesteren tegen hun te lage uitkering. C'est une proteste contre quoi, monsieur? Je suis de Hollandaise, je suis de télévision hollandaise, moi. Oui. On proteste contre quoi? Eh bien, nous, on est espagnol ici. Espagnol. C'est la CGT. C'est le retraité CGT. Et le droit de vivre de votre monde faire. Ah oui, exactement. Je comprends. Et que la sécurité sociale soit... Ah oui. Je vous souhaite beaucoup de succès, madame. Aha. We gaan nu maar eens een kijkje nemen op een typisch Pyrenees marktje in Prade. De grootste markt in de omgeving. Ja,
gaat een beetje betrekken. Ik heb het rare vermoeden dat er een onweer op komst is. Gisteren hebben we hier hagelstenen gehad. Van ongelofelijke grootte. Dus hopelijk blijft het even weg, zeg. Zeg. Il va pleuvoir. Oui, la vie va rentrer dans la pluie. Ik wist wel dat ik hier in de ronde zou roken. Toen mag, weet je, het markt was. Van Palestijn, ja natuurlijk. Leuk dat je er bent. Het is hier helemaal te gek, joh. Jawel, hè? Dacht ik ook wel. Ik heb net een demonstratie meegemaakt van Oude Vandaag. Dat is ook wel leuk. Tenminste leuk, dat is gewoon het sociaal gebeuren. Nu even deze ongelofelijke markt zien. Ik zit hier op het terrasje. Oh, zag je, dus... zag je me voorbij staan? Ja, zit. Oui. Ja. Jamais les mêmes. Oké, okay, on va visiter le mec hollandais, hein? Que j'ai trouvé maintenant. Okay. Dus je wordt zo afgeleid door afgekoelde bomen. Voor een paar die we bang zijn, ja. Je vergeten dat ze moeten rijden. Ja. Ontspannen. Nee, dit lijkt er een beetje op, hè? Ja, mossen, hè? Ja. Ja, maar dat zou eigenlijk zo makkelijk zijn. Ook weer een beetje pijn. Ja, dat heb je verteld, hè? Ja. Ja. Ik wist dat hij dat was, dus ja. Ik hoorde net ook het verhaal. Dus nee, maar ik vind toch mossen toch een uitgesproken een ander karakter hebben als één. Als ja. Absoluut anders. Het is veel meer echt zo'n bergdorp. Ja, mossen, ja. Heel anders gebouwd ook, gewoon. Het is smalle straatjes. Ja, nee, maar even is wel wijd gebouwd. Veel mensen zitten er straks op elkaar gestaan. Molits ben je toen niet geweest? Jawel, prachtig. Van alleen, ja. Ben je ook in het park daar beneden geweest? Nee, dat niet. Ik heb wel die tennisbaan gezien. Hè? Ja. Als je daar zo langs gaat, dan kijk je zo naar beneden. Tennisbaan. Chill. Wat heb jij nou? Nog steeds... Heel kort de jour, of je gaat doorstukken, joh. On s'attache à l'arbre, quand il y avait beaucoup de vent. Et on mettait le parachute. Et puis... Et tu m'en fais comme ça, puis... Mais c'était... Oh, il y a longtemps, hein, il y a 15 ans. Oh, il y a 15 ans, 15-20 ans. Sur mon téléphone, je dis quand il y a un truc.
We zijn nu aangekomen in Culioure. Cotlioure. Op zijn Catalaans. Een zeer romantisch plekje. Tegen de Spaanse grens aan. Vlak voor Port Fonde. We gaan eens even kijken bij hotel-restaurant Les Templiers. Al waar ik een afspraak heb met Roland. Het bewuste café-restaurant Bar Gebeuren is vol met schilderijen. En eens waren er zelfs echte Picasso's. Toen Picasso daar zelf als vriend van meneer Poes, de eigenaar, verbleef. Je suis. Je viens. Catalaanse vlag in top is dit fort een opleidingscentrum voor commando's. Maar je kunt ook in alle gezelligheid je portretje laten maken. Dat is ook wel leuk. Viens de vous voir, monsieur Poulet. Après si beaucoup d'années. Parce qu'il a. J'ai encore une photo de monsieur Poulet avec Shiva sur le bras, là-bas. Ah, oui. Ah, il parle. Non. Parce qu'il parle dans l'appareil, et puis après il retrouve ce qu'il a fait. Non, j'ai dit que monsieur Poulet était dehors avec Shiva sur le bras. Ouais. Tu peux expliquer ça? Ouais, il dit, tu étais avec le petit garçon. Oui. Ah, tu l'avais vu comme ça.
Wie zijn encore le foto? Alors. Oui. Ok. On va voir dedans un petit peu parce que c'est si beau. Oui, mais alors vite, hein? Ok. Het is ongelooflijk mooi. De schilderijen van meneer Picasso die zijn ooit gestolen geworden. Ja, kom. De sfeer is werkelijk magnifiek. Zelfs het plafond van dit zalige restaurant is met keramiek en tegeltjes en namen van bekende persoonlijkheden gevuld. Onder andere meneer Paul Dumino-Ginaire, een bekende schilder, beeldhouwer, die ook meneer Poes weer heeft gegeven in het keramiek. In dit zeer oude pand. We zijn nu teruggekomen in de pizzeria van Jezo en Compaan. Hele oude vrienden, oude gabberen. We kennen elkaar ook alweer 15 jaar. En vandaar. Dus. C'est bien quand tu racontes des conneries. Aan zijn culinaire creatie, een création de la maison spéciale. Jojo is met de saus bezig. Dit alles is te vinden in Crêpe Breton, in Courillon. De grote voet. Le grand pied. Hallo. Van dit soort zalige plekjes kun je dus makkelijk vinden hier. Vlak naast een exposition, tralala. De kunstenaars, pottenbakkers en kunstenmakers. Allemaal kan je het vinden in. Jullie dan? C'est pas un problème. Maintenant, on est ensemble avec madame Jeanne, c'est la penteuse de. Penteuse. De peintre. Ah, excusez-moi, parce que je ne suis pas si incroyablement dans mon français. Roland sait bien ça. Elle joue aussi dans le fanfare, c'est une. Grosse Kessman. Grosse bande des mecs qui jouent de musique. De Tinta. Onder andere ook Rantaplan en Jojo spelen daarin. En die staan dus nu in de keuken lekker te kokerellen. Santé, Jojo. Jazo. Jazo. Ah, excusez. En Rataplan, c'est bon. Ah, Rataplan, c'est bon.
Ils continuent à dire tous des saucissons, une vie de saucisson et tout. Ça leur a plu comme tout. Ah comment là, au peintre. Passos. Ouais, Passos. Et sa femme, elle est bien sa femme. Hein. Ouais. Quelle pêche elle a. Hein. Ouais. Oui, ouais. Non, entre 6h du matin, j'ai pas vu là, le temps passer. On verra ensuite.